Hoi en welkom bij de Videodokter. In deze serie kijken wij naar jullie video's, degene die jullie ons hebben toegestuurd, zodat wij ze kunnen reviewen. Dus we kijken naar wat vinden we goed aan jullie video's en wat zou misschien nog wel wat beter kunnen. Vandaag kijken we naar Paulien van UBU met een serie Life Hacks. Dus laten we eens kijken. Yes. Hoi, Paulien hier van UBU en vandaag de allereerste kijkersvraag. Ik heb een vraag binnengekregen van twee meiden. En zij zitten met een meisje in de klas die ze eigenlijk niet zo leuk vinden. Hoe je het niet moet doen. Serieus? Denk je nou echt dat ik met jou om wil gaan? Hey, luister. Ik wil liever niet tegen je liegen. Ik wil graag eerlijk zijn met je. Dus ik vind je hartstikke lieve, aardige meid. Goeie eindsleet ook al. Ja. Ik vind hem heel leuk. Ik vind de opbouw heel leuk. Ik vind het idee heel erg leuk. Dat je eerst laat zien hoe het niet moet. En daarna laat zien hoe je het beter wel kan doen. Dus eigenlijk als je de hele overall video bekijkt. Denk ik, ja, tof. Hartstikke goed, ja. Je doet het ook leuk. Je manier van presenteren is heel vlot en zo. Dus ja eigenlijk top. Hele leuke potentie ook om daar inderdaad een hele serie van te maken. Want er zijn zo echt nog duizend dingen die je zou kunnen bedenken. Of die andere mensen voor je kunnen bedenken. Die je op deze manier kan doen. Waar je een leuke video van kan maken. En waar we het met jou, of met deze video, heel graag over willen hebben, is over die finishing touch. Want volgens mij zit het hem nog net in die laatste kleine dingetjes die je kan verbeteren om je video echt nog even naar een iets hoger niveau te tillen. Ja, zo zijn er dus kleine dingetjes die we hebben opgemerkt. Wat bijvoorbeeld opviel is dat het geluid is wat gaat met je alle kanten op. Serieus? Denk je nou echt dat ik met jou om wil gaan? En dan heb je een buzzergeluid die heel hard is, dat we schrokken er allebei van. Ja, die levels, dat mag nog wel iets meer op eenzelfde niveau. Waardoor het allemaal wat lekkerder kijkt. Dus de muziek iets zachter onder je gesproken tekst. En als je dan muziek hebt, doe hem dan onder de hele video. Misschien. Ja, of zorg dat hij wat subtieler uitveet. Maar ja, doordat hij nu zo prominent aanwezig is, dan hoor je de hele tijd, oeh, die muziek is er. Ja. Op het moment dat hij dan weggaat, hoor je ook heel goed dat hij er niet meer is. Ja. Dus dat is inderdaad een dingetje. Je hebt nu de camera soms op een ander punt gezet. Dus je hebt soms een schiet de kadrering opeens een andere kant op. Ja, waardoor je soms wel en soms niet het bord achter jou kon lezen. En eigenlijk bij jouw video vond ik het leuk om het wel te kunnen lezen. Dus ik zou gewoon net even op letten dat als je dat bord dan in beeld hebt achter jou, dan zorg dan dat het helemaal leesbaar is. Ja, ja en op zich, je hebt nu een YouTube-stijl van editen, zeg maar. Ik weet dat Riske dat niet op zich niet mooi vindt als professionele editor. Dat je dus steeds echt tussen woorden in bijvoorbeeld heel hard snijdt. Maar voor YouTube kan dat echt helemaal. Alleen als dan je kader gewoon hetzelfde blijft, dan ziet dat er toch ook binnen dat YouTube-editen, zeg maar, ziet dat er toch weer netter uit. En van mij, als je YouTube edit, hij mag nog net iets sneller. Ja. Je hebt nu nog net iets te veel witjes eigenlijk aan het einde. Terwijl, kijk maar eens naar andere filmpjes van grote YouTubers. Die gaan echt bam, 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 bam. Nog één laatste dingetje. Als ik op jouw kanaal kom, dan zie ik op de voorpagina niet al je video's. En dat vind ik zonde. Want dan moet ik eerst op video's klikken voordat ik alles zie. Dus als je nou wat afspeellijsten maakt en die gewoon op de voorkant van je kanaal zet, dan zie ik meteen op het moment dat ik daar kom, kijk eens. Hier is alle content en dan ga ik meteen doorklikken. En ik ben benieuwd naar meer. Volgens mij, als ik het goed zie, is het een tijdje geleden dat je iets geüpload hebt. Dus ik zou zeggen, ja, kom ga door. Meer, verras ons. Dit was de Videodokters van deze week. We hopen dat jullie er weer wat aan gehad hebben. Mocht je willen dat we ook een keer naar jouw video kijken, weet wat we moet doen, stuur hem op. Zet even een linkje hier beneden in de comments en dan komen we bij je terug. Doei! Doeg!